We kunnen nog zoveel geautomatiseerde maatregelen nemen, maar veilig werken begint uiteindelijk met het bewustzijn van het personeel zelf om veilig te werken. En dat weet men in Vianen. Pils is een bedrijf in de industriële automatisering dat zich geheel richt op het effectief, veilig en efficiënt laten verlopen van productieprocessen, waarbij de mens en haar veiligheid centraal staat. Als mens worden we dagelijks blootgesteld aan gevaar. En daarom is die veiligheid in die machines zo ontzettend belangrijk. En dat is eigenlijk ongemerkt, maar zowel privé als zakelijk zitten die gevaren om ons heen. In een industrie is dat heel duidelijk merkbaar aan de hand van machines. Maar in het normale leven zeg maar, zijn ook bruggen of roltrappen of speedgate deuren, dat zijn uiteindelijk allemaal machines. En die hebben ook die gevaren. En producenten en eigenaren moeten daarom ook zorgen dat die machines ook veilig zijn. Gedrag van bedieners is veelal de oorzaak van ongevallen. Zo kan een foutieve handeling leiden tot een gevaar en gevolgen hebben voor zichzelf of voor derden. Ongevallen met machines zijn veelal te voorkomen als veiligheid voor alle gebruikers wordt geborgd. Veilig gedrag voor medewerkers is ontzettend belangrijk. Maar we moeten niet vergeten dat wij vanuit de organisatie ook moeten zorgen dat die medewerkers veilig kunnen werken. En dat houdt in dat we ook de tijd die zij over dingen mogen doen ook wel moeten geven. Dus leiderschap is heel erg belangrijk en het ontwerp van de machines is heel erg belangrijk. Dus er is een complex van factoren die meespeelt. Managers vragen zich steeds vaker af waarom doen medewerkers niet gewoon wat ze moeten doen. En dat wordt steeds meer zichtbaar. En de autonomie neemt toe, onze autonomie neemt toe. En medewerkers vragen en eisen ook steeds meer die ruimte en vrijheid. En worden daar ook door gemotiveerd. Nou, dat is een tegenstrijdigheid vanuit leiderschap. Want eigenlijk de leiders die willen de mensen wat meer motiveren en dus autonoom maken. Maar aan de andere kant voor de veiligheid wil je juist meer grip hebben op het geheel. En dat is een tegenstrijdigheid. Nou, de oplossing in mijn optiek is niet altijd eigenlijk aan de mensen verwachten dat ze de dingen doen die jij vindt dat ze moeten doen. Laat mensen ook wat meer autonoom handelen. En motiveer hen met name voor hetgene wat je wilt. Betrek hen bij het geheel. Soms best wel streng, maar aan de andere kant ook wel weer helemaal vrij. En weeg dat gewoon goed af tegenover elkaar. Het belang van veiligheid neemt steeds meer toe. Wat zijn eigenlijk de trends op dit gebied? Nou, wat wij heel duidelijk zien is dat alles eenvoudiger moet. Manuals lezen, handleidingen lezen, dat is echt ouderwets. Dus mensen willen gewoon eigenlijk alles plug and play hebben, direct toepasbaar. En dat zien wij ook. Dus ook in de veiligheid en de besturingen wordt alles gewoon eenvoudiger. Ondernemers, mijn tip is: zorg ervoor dat uw medewerkers zich veilig voelen en uw systemen veilig zijn. En dan valt er veel geld te verdienen.